Verklaar de wereldtentoonstelling te Brussel 1958 voor geopend. '58, België's fijnste jaar. Boudewijn en Albert openen de eerste wereldtentoonstelling na de oorlog. Congolese kinderen in duffelcoat kunnen hun pret niet op. De verbroedering tussen de volkeren, dat is het doel van de expo. De eerste dag komen er al 150.000 bezoekers. 45 miljoen anderen zullen volgen. Allemaal nieuwsgierig naar deze wereld in het klein. Let's fly way up to the clouds. De expo was de hoogmis van geloof in de vooruitgang. De modernste uitvindingen werden geshowd, daarbij geholpen door een andere moderne uitvinding, de televisie. De hele wereld kon zien wat er op de heizel gebeurde. Een buitenkans voor de beau monde om in al hun pracht en praal tot in ieders woonkamer binnen te dringen. Come on, baby. Let's do the twist. Come on, baby. Let's do the twist. Take me by my little hand and go like this. Yeah, twist. Baby, baby, twist. We zijn dus een klas van 64-65. Was dat de eerste klas dat je les gaf? Of was dat... Nee. Waar je toen al bezig? Ja, ik was dan al 4 jaar bezig. Ik ben begonnen in 60. In 60 al? Huh? Als ik me herinner, in 60. Hmm. Ja. Ik dacht dat je van het leger kwam. Wel... Nee. Ik heb voor het leger al les gegeven. Ah, ja, ja. En dan ben ik in het leger gegaan. Ja, en ik denk dat wij de eerste klas waren na uw legerdienst. Ja, na... Dat is juist, ja. Na mijn legerdienst. Maar je had ervoor al een paar jaar les gegeven. Ja, ja, ja. Dat wist ik niet. Ja. Ik heb al direct een eerste vraag van, in welk schooljaar bent u hier beginnen lesgeven? Ik ben begonnen in 1963, 1 september. Dus dat is al een aantal jaartjes geleden. Dat is al heel lang geleden, ja. En dat was direct een graadsklas. Eerste en tweede leerjaar samen, want er waren te weinig leerlingen omdat de school nog maar een jaar bestond. Ja, ja, ja. Ja, mevrouw de Klerk, we gaan eens praten over onze klas van 1958. Zijn wij geboren, ja. En hebben wij bij u in het vijfde leerjaar gezeten? In 1968 veronderstel ik. Ja, dan hebben wij... Tien jaar daarna. Ja, ja, want ja. Onze Isabel is geboren in 1968... Ah, ja. En ik weet nog goed, Greta van Einde, die zat dan bij mij, Greta. Greta, ja. En ik was boven op de badkamer en s'avonds op een avond stond hier een keer voor mijn deur voor mij te komen feliciteren en er meer dan te houden. Ah, Greta, hè? Ja, maar, dat is typisch Greta, ja. Ik weet alleszins dat je in verwachting was. Ja, van ons Isabel. Dat herinner ik ja, me ja, ook. Ja, 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 van ons Isabel. Ja, dat herinner ik me. Maar die wordt nu 50 jaar. Dus dat leerplan, dat was in de vanmiddag, hadden wij dus godsdienst, die is het half uur, was godsdienst. Ja.
Daarachter was dat rekenen, cijferrekenen. In het eerste studieur van 1 tot 20, de bewerkingen alle vier. En in het tweede studieur van 1 tot 100. Hè. En dan hadden ze speelt het, was dat taal, dat was dicté lezen. Vlot leren lezen en zo. En in de namiddag was dat eerst half uur gewijde geschiedenis. Hè. Over Mozes en over allemaal die dingen. Ja. Hè. Paviljoenen, dat waren afgedankte gebouwen van Expo 58 en die zijn dan hier geplaatst in 1962. Dus en daar zaten wij in het eerste paviljoen langs de kant van kolenhandel Dirik. De klassen die waren allesbehalve modern. Ja. Weet je nog? Met ik zat toen met mijn klasken in de eerste verdieping en dat was soms wel wat luguber. Want als de gasten zo'n beetje wild waren en als ze nogal wild binnenkwamen, dan dansten de lieve vrouw mee op de kas. Ja. En dan in het lager, ja, dat schreven wij natuurlijk met pen en inkt. En als het schooljaar begon, moest ik die glazen inpotten, die zaten zo in een gatje. En dan moesten die allemaal met inkt vullen. Ja. En dan hadden ze een pen met een pennenstok en dan moesten ze die erin doppen om te schrijven. En van eigen af en toe een keer een vuile plek. Hè. Ja, zeker als ze dat nieuwjaarsbrieven moesten schrijven. Hè. Ja. Ja. Weet je er als je nog wat van ons klas? Kende je er nog wat van op de foto? Ja, als je mij gevraagd hebt, dan dacht ik... Oei, oei, ik kon dat niet meer goed plaatsen, die groep. Ja. Maar Denise heeft mij dat dan doorgestuurd. Ja. En dan heb ik beginnen kijken en dan zijn er, als u toch wel, redelijk wat die ik dus ken. Als we kijken, Maureen van Meelen, dat zegt... Nee, Marina Ketels. Ja. Dat zegt... Daar kan ik... Kunnen er geen dingen nee, plakken? Nee, dat kan ik niet. Nee, nee. Dat was Marina, ja, dat was een brave. Ja. Want Maureen van Meelen die is overleden. Hè? Dat is niet waar. Ja, ja, die is, maar die zegt mij wel iets. Hè, dat je zegt, ik kan er niet direct iets speciaal over zeggen, maar ze zegt mij wel iets. Hè. Maureen van Meelen, die herkende ik. Weet je nog wie dat er de slimste van de klas was? Nee, dat weet ik niet meer. Martien Baart. Ah ja, daar verschiet ik niet Martien van. Martien Baart en Tempels. Anita Tempels. En Raymonde van Wetten. Ik was ook een hele brave. Denise van Damme, dat was ook een heel rustig kind, herinner ik mij. Ja, dat is juist. En dan Greta, dan is het Greta. He. Greta, dat was ons held. Dat was dus feitelijk, in mijn ogen was dat een duurlijk, maar in de positieve zin. Ja. Ja, die stak van alles uit. Dat was een leutige. En dat kostte niet kwaad op zijn. Nee, dat was eigenlijk een dochter. En Maria Pop, zegt u dan nog iets? Ja. Dat is een coiffeur. Die is kapster. Wacht, ik zit hier nog. Ik kon niet even hier. Martin, ja, absoluut. En Marleen. Ja, dat was zo lang. Ja, dat was van in de Gentstraat. Ja. Chantal Dutry, dat zegt mij iets. Nee? Maar dat was een stille. Dat was een stille ook, ja. Ja, maar ze zijn nog stille, maar die... Ik heb geen... Die was stiller als de rest. Wat lief? Die was stiller als de rest, maar echt? Nog niet meer. Nog niet meer. Niet kennelijk. Woont die nog in Westmünster? Dat denk ik... Nee, die woont in Amme. In Amme, niet dat. Anita Tempels. Ja. Anita... Wacht even, zei Anita Tempels, ja. Dat is van de dingen. Nee, dat is van de garage in de Neerstraat, hè. De Karin Simon, die herinnert mij als een kind altijd opgewekt was. Ja. Dat was als u eigenlijk, en die had altijd plezier en die was altijd goed bezig. Ja, dat is waar. Die woonde in Duchstraat. Die woonde in Duchstraat en die had een winkel. Van televisies en elektro. Ja, klopt. En dan de Godlievost. Godlievost, ja. En dat was ook een heel braaf. En een heel verstandig ook. Ja. Dat ook een inderdaad. Dan hier, Martin. Het einde Martin. Ja, met dat... Ja, nu dat je ziet, je trekt er toch nog op, maar ik kan... Woonde je dan op Westmünster? Ja, wij woonden in de Hoogstraat. Ah, in de Hoogstraat? Want, en dan de brug. Alleen de... Ja, de pardon? Daarachter zijn we verhuisd naar Warenslagenstraat. Ja, dat is juist, ja. Ah, oh, ja. De Marleen, dat herinnert mij dus van de bakker. En jij vroeg altijd de vrijdag... Een rozijn en breut. Ja, dat weet ik. En haar dochter heeft ook nog bij ons gezeten. Ja. En onze Piet ook.
En de kleuters? Ah ja, Hilde Piet in de kleuters, dat klopt, zeker weten. Ja, ja, ja. Ja. Tenminste, stond ik goed mee, met rozijnenbrood mee te brengen. Kreeg ik dan geen meer punten? Ja, denk dan wel. Marie van den Bakker, hé. Marie van den Bakker. En de Marianne, die was dus de dochter van Ellie bij het binnenkomen van Wasmunster, hé. Ja, ja. Marianne dus, Smet. Ja, ja. Nog eens terug naar de klasfoto van 64, ja. 65. Ja, dat was dus een graadsklas. Eerste en tweede leerjaar samen. Wie dat er precies in het eerste en wie dat er in het tweede zat, dat weet ik dus niet meer. Maar ik kan wel nog de namen en sommige achtergronden van die kinderen. Rudy van Nalske was van Sinaai. Dan hadden we Gina, die was van Domgangsdreef. André Peelman was hier van Schietakker, waar dat ze nu aan het bouwen zijn. Vivian van Puinbroek, die was uit de Forte Koestraat. Waren het allemaal even brave jongens en meisjes? Of goede leerlingen? Dat varieert, nee. Dat is gelijk als nu, hè. Dat is hetzelfde, je hebt altijd goede. Onder andere, zij was een zeer aangenaam kind in de klas, Gina. Je ziet dat trouwens aan de houding waarin dat ze er zit, heeft schoontjes armen gekruist. Zij was een braaf, voorbeeldig kind, moet ik zeggen. Die bij Marita in de klas gezeten, hè? Bij mij, zal dat niet Anita. Zijn. Ja, Anita. Er was een Marita, maar was het jaar was dat? Ingrid Keimul. Ja. Mirjam Bergmoes. Ja. Yvette Rozen. Ja. Linda de Kouwer. Nadine Fiers. Ria Ot. Erna Bruggeman. Marianne de Baren. Ja, okay, ja. Linda Lorijs. Mirjam Roels. Wie? Linda Lorijs. Linda? Ja. Wanneer dat? Oei, al een jaar of twee. Dus. Ja, ja, ja. Dat wist ik niet. Ja. Mirjam Roels. Marianne Bone. Marina Mettewi. Ja. Anita Maas. Ja. Marita Kools. En Ingrid Goossens. Ja, ja. Ik heb hier ook nog... Communeprentjes van allemaal die kinderen. Ah, dat is ik heb ook nog allemaal de communeprentjes van allemaal die kinderen. Man. Van ons zijn het. Ja, dat zit er nog tussen. Dat was samen met ons Luc. Ja. Zit het hier niet tussen? Nee. Moet er toch tussen. Hier, Luc en Anita. Luc en Anita Maas. Ja. En de voorkant? Kijk eens. Dat waren ze allemaal, ja. Een elgenbillenkinder. Ja. En we hebben een lijst van alle namen en Joog hebt een foto hier, vergroot een foto, ik weet niet of je nog zo'n mensen gaat herkennen. Oh ja. Van ziet of herkent of hier, ja. Deze mensen hier. Ja, die herken ik. Ja. Je mocht de naam noemen ook, hè? Die dacht toen dat hij de wereld ging verbeteren. En wie was dat? Zelf. Ik dacht toen dat de wereld ging verbeteren. Ah, dat dit was... God, wie zou dat geweest zijn? Oh, la 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 la. Nee, die kan het niet meer dekken. Nee, ik zit hier naast u. Word jij dan? Denk ik. Jij bent nogal veranderd, jong. Ja, die bril, hè. Ja. Komt dat er allemaal op? Ja, ik ken mij er juist al, die als ik binnen ga. Ja, maar uw gezicht is toch geweldig veranderd, hè? Ja, ja. Beetje verouderd. Ja. Deze die. Het is familie ervan. Een kozijn van u? Ja. Ja. Maar zijn voornaam weet ik niet meer. Paul, hè. Paul Thuisbaard. Ja. Was een flink ventje, hè. Ja. En was een serieus, hè. Ja, dat is nog, hè. Is niet waar wat ik zeg? Dat was een serieus, hè. Ja, deze, ja. Verdikke. Wow. Van Dotto's. Ja, juist. Ja, van Dilleman? Ja. Ja, een Dilleman. En deze. En de Klerk toch niet? Nee. Dat is zoveel jaren geleden, joh. Wie was dat, joh? De Klerk van het dingen van de. Van de week. Van het tapijt. Nee. Nee, hoe heet het? Deze hier. Ja. Deze. Dat is ook Stravis, hè? Hij zit hier. God, jij bent nogal veranderd, jong. Ja, ja. Oh! Daar kun je toch niet herkennen? Ja. Oh, nee, hè? Ja, dat ben ik, hè. Natuurlijk, ja, hè. Altijd geweest. Oh, je hebt precies geslagen gehad, of? Kijkt, ja. En deze, is dat geen van Klimpet? Ja. Ik zie hem maar half. Paul van Klimpet. Dat is Paul, hè? Ja, ja.
De kleermaker, hè? En deze, wacht, ja. Ja, die moet heel iets bijzonders. Ja, hier, dat is een brandje. Ja. Ja. Dat is een brandje. Ja. En deze is hier, hier. Ja. Ja. Zijn een kozijn. Ja. Ja. Dirk en Luc, hè? Ja. Dirk. Dat is ook een brandje, ja. Hè? Luc, ja. En hier een Van Klimpertje. Ja. 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 Danny, ja. En hier een Hofmanneke. Goed, ja. Ja, maar het gaat vooruit nu, hè. Ja. En hier een Kalaartje. Ja. Ja. Ja, is dat een kalaar? Ja, dat moet. Zou niet zijn? Ik zeg, staat alles erop? Ik zou wel zeggen, maar los bij. Ah ja, volgens mij heeft hij maar één keer maar eens gegeten. Ja. En je moest altijd mee zijn. Want een zesde, dat test u. Van 's morgens tot 's avonds. En die kleinere klassen al niet, die kinderen, allee, dat is niet hetzelfde. Maar een zesde, dat is echt, allee, voor mij was dat een tofste tijd van het onderwijs, dat als ik in het zesde stond. En hoeveel jaar heb je in het zesde gestaan? Toch ook een jaar of 10. Ah, ja, ja, ja. Tot wanneer heb je les gegeven? Van een 60 was het? 63 tot 2000. Op 57,5 ben ik met pensioen gegaan. Ik kon vroeger met pensioen gaan, maar dat zag ik nog niet zitten. Schoolentijd. Ja. Ja. Echt, ik heb dat hart en ziel, ik heb dat serieus vrij graag gedaan. Ja. Ik heb dat vrij graag gedaan. En waarom altijd het eerste? Ik was niet slimmer. Ah. Ik was maar tot 20 tellen. Ah, ja, ja. Nee, nee. mag ik het u zeggen? Daar wilde je niet het eerste doen buiten mij. Ah, ja. Ik had al een keer gevraagd na zo wat jaren. Maar... En ik trok ook zo wat leerlingen aan, hé, van die en zo. Ja. Als wij gestopt zijn, hoe lang heb je dan nog les gegeven? Ik heb les gegeven tot 1989. Ah, ja. In oktober 1989 ben ik directie geworden. Ja. En daar dan? En dat heb ik gedaan tot 1 januari 2003. En wat ik zeker niet vergeten ben, dat is dat ik dat, op het einde van dat jaar, dat Hulder in het tweede zat, getrokken ben. Dus het schooljaar was uit en... Maar dat vroeg me af of dat in het eerste of in het tweede... Achter het tweede studio. Ah ja. In 66. Ja, ja. Zijn wij op de 9 juli getrouwd. En Hulder maakte dan de overstap van tweede naar dingen. Ja, ja. En na de mis stonden er heel wat ouders en heel wat kinderen om ons op te wachten met bloemetjes en zo. Allee, dat is iets dat echt nog in mijn gedachten blijft. Maar ik weet niet of dat na het eerste of na het tweede was. Na het tweede was dat, ja. Dus heel veel mooie herinneringen over mijn schooljaren. En niet minst over die beginjaren. Die liggen echt diep in mijn hart geborgen. De kinderen, hè, waren echt braaf. En die ouders, hè. Dat was dan zo, mister, als er iets is, weet ons maar te zeggen, hè. Dan vrezen we hem. Dan pakken ze hem nog eens, hè. Maar dat is waar, vroeger, en de kinderen waren... Braaf en beleefd. Minder mogelijk en minder zelf. Zeg, hé, gaan er worden een brave gast, nee. Ja. Maar ten oma nog tegen mij, als ik dan eens inbelder kwam, hè. Je moet ze niet sparen, hè. En op pa ook, hè. Als ze door de mantari even stoppen, hè. Mister... Nee, we waren brave jongens. Ja, we moesten braaf zijn. Maar vroeger, eerlijk gezegd, de kinderen waren braaf, jong. Maar eigenlijk echt de streken, dat bestond in die tijd niet, hè. Nee, we waren eigenlijk... We waren vrij braaf, eigenlijk. Nou, ja. Ja, maar als ik denk, tot als ik lesgeven heb, 89, dat was als u rustig, gewoon... En de ouders, die volgden nog. Ja, die volgden meer. Mm-hmm. Er was nog minder oudercomité. Dat was het begin, denk ik, volgens mijn herinneringen. Ja. Het is eigenlijk maar de jaren 90 dat alles beginnen veranderen is. Ja. Als ik durf zeggen, dus, dat ik onder mijn voeten gehad heb, dan kreeg ik nog een lap op mijn kop, hè, omdat ik... Ja, kijk, de tijden zijn veranderd en natuurlijk moeten wij vooruit met... De inspraak is veel veranderd, het digitale is er, de oudercomité's die dus er kwamen. Ja. Wel, die kinderen, die waren echt, dat was echt, als je erop terugdenkt, een rustige tijd. De rustige tijd, die sfeer die was anders. Die kinderen die waren veel rustiger,
dat lessenpakket was niet overloon, geleerd overloon was. Die konden echt nog kind zijn. Nee? Ja, maar ja, het was anders. Ook. Het was ik denk anders, als wij naar huis kwamen, allee, dat de straf gaat, dat moet je niet... Dan kreeg je thuis nog iets straf, ja, hè? Ja. Die gingen dan niet gewoon zeggen naar school van... dat is niet zust van... Nou komen ze reclameren, dat is wat te veel... Zou hij daar El Bandido kunnen zijn? Een van Etienne de Bode, die moest ooit een gedichtje voordragen. En op een bepaald moment kon hij niet meer verder. En die zei verschillende keren zo hetzelfde na elkaar. En dat is mij altijd bijgebleven. En die stond daar en die bleef vooraan in de klas staan. En altijd maar hetzelfde. En nog een keer hetzelfde. En nog een keer hetzelfde. En Etienne bleef staan. dat weet ik nog maar voor de rest. Nee, niet echt. Weet u wat ik van u eens moeten doen heb? Oh jezus. Met mijn kop in de bank. Zo. Dat weet ik. Een gangslesuur. Ik deed al die dingen naar omhoog en ik was altijd aan het babbelen. Ik was altijd aan het babbelen, hè. Ja. Tegen, ik weet niet wie dat er naast wie mij zat. Wie zat er naast u? En ik had die, dat was een van die bankjes, hè. Ja, ik weet dat. En ik deed dat naar omhoog en ik was altijd aan het babbelen. En in één keer zei hij, ah wel, is het er interessant? En ik zeg... ja, en ik deed mijn bank naar beneden. Blijf dan maar zitten, gansklesuur. En ik heb gansklesuur zo gezeten. Maar dat kan nu niet meer. En een dag erachter was ik zo stijf van zitten met een nek. Kostte ik met een nek, was het niet maar meer. Maar dat kan nu niet meer. Dat mag niet meer, nee. Maar dat is wel goed dat kan niet meer. Dan komen de ouders naar school. Ja, en mijn ma, als ik dat thuis ging zeggen, kreeg ik een lap op mijn kop. Ja, dan... Dat ik stout geweest was bij. Wat ik mij nog herinner, dat was als de feestdag was van de juffrouw. Dat ze de stoel versierden en dat ze de klas versierden met je papieren slingers. Ja, papieren blommen. Ja, zo, ja. Slingers. Eerst leerde dat maar en dan... Dat waren de slingers die ze zo rolden en overal hingen. Dat weet ik ook nog. En dan buitensleutertjesdag. Want ik herinner me nog, ik zat toen nog, ik weet niet of dat ook klas geweest is. Maar dat was ook die tijd. En dat was ook buitensluitertjes. Ze noemden dat buitensluitertjes. En dan mochten de kinderen dat ze voor de juffrouw in de klas waren. En dan deden ze de deur vast, de deur toe. En dan riepen ze, wat geef je? En dan moesten we iets beloven dat we gingen geven. Een snoep of een slappe wies of wat was er allemaal. En op een keer, ik en die verkool die er nevens mee zat. Het was buitensluitertjes. Hij werd doorgenomen aan die deur. Hij wilde ons iets niet geven. En wij maar aan die deur door. Nee, in één keer dogen we die deur toch wel uit, die engsels zeker. Dan hebben wij geprobeerd die deur terug, erin te effen te zien. Het is anders dan wij met zuster Overste. Ja, maar dat er met die deur gebeurd is, dat weten we niet. Maar die is daar, ik weet niet. Ja, dat was een gezakker van hij, maar wij wisten er niets van. Ja, toen ik hier toe kwam op 1 september 1963 stelde een directeur zich voor. Ik ben Eddy Baten en ik kom dus uit de Congo. Hij had dus in de Congo gezeten als directeur ook van ik denk ginter van kolonialen of zo. En hij kwam dus naar hier en hij was dus getrouwd met de dochter van een inspecteur van Sinai. En het was een heel imposante figuur. Je had ook onmiddellijk ruzie met de buren. Dat was er ook, dat herinner ik me wel nog. Onder andere met Romboot. Zodanig dat wij, als wij soms morgens op school kwamen, dat wij in de Rijkswacht zagen rondlopen. Het tweede, Jeff Muhl. Ja. Van Sint-Niklaas. Ja. Dat was een... Die sprak altijd op dezelfde toon. Weet je dat nog? De tafels. Zet u neer. De tafels van vermenigvuldiging. Zet u neer. Sta recht. Kijk naar links. Dat was zo altijd. Dat was maar wel een goede onderwijs, hè, de chef. Maar zo heel pragmatisch, of hoe moet ik dat zeggen? Joh. En dus tweede, dus derde, Van Ilium, Willy Van Ilium. Ook een onderwijzer die wist wat hij wilde. Ja, dat was een strenge, hè? Ja, dat herinner ik me toch altijd. Ja, dat klopt. Dat was een strenge. Dat was zo niet anders. Het vierde, dan is Van Kleempert gekomen. Nee. Erachter gekomen. Gekomen, zeg ik. Het vierde, die
Van Peteren. Ja. Maar daarachter is Van Peteren, onze grote. Ja. Was een mens met veel capaciteit. Ja. Bij de eerste woorden Frans moeten leren. Hè? Ja, was dat het vierde? Ja. Ja. Weet ik niet. Om 12 uur zette hij de radio op en moest Jan Wendels. Dat is niet waar. In het vijfde, jongen, bij Wart Rooms heb jij eerst de Frans gekregen. Is dat tegelijk? Niet in het vierde, in het vijfde. Zo kunnen, dat Wart Rooms. Ik weet zeker wat ik zeg. Ja. Want in het vierde mocht er nog geen Frans gegeven worden vroeger. Ah, ja. En in het vijfde bij Wart Rooms. Ja. De man die vertelde veel over de oorlog. Je was altijd over een oorlog bezig. Die een goede oorlog had, hè? Ja. Ja. Die heeft ons land gered. Zijn vader, hè, zei hij toen altijd. Ja. Die heeft. Die was erbij aan de ijzer. Ja. En die heeft het huis geopend. Een neesten is hij. Een neesten, hè? Zijn vader, hè? Was het? Ja. Zo heb ik het altijd begrepen. Een Nieuwpoort. Een Nieuwpoort, ja. Ja. Heeft ze nog doel, ja. En dus het vijfde Wart Rooms, ja. Het zesde Jan Gerik, ja. Want die was toen geen baas, Fiennes, ja. Het zevende en het achtste Fiennes, ja, het zat er samen. En dat was de directeur en ja. Ja, dat was het. Hè? Dat was het. Ja, maar wij moesten verdorie ook op ons bord schrijven. Dus wij hadden in de tijd zo'n Strana. Heb jij die er nog een beetje? Ja, dat is een Streuze. Die nog bij mij. Mijn schrift op mijn bord kon me meten hoeveel dat wat methode daar zijn. En dat zo'n beetje schuin dingen. En die nog bij mij op mijn bord mijn letters kon meten hoe schuin dan die stonden. Ja. Twee leraren. En dat is mij wel een beetje kwalijk gepakt in de tijd, zeg Gerink. Twee leraressen, Geitjes, ten tweede. Ja. En dan Mirjam Verbergmus, derde en vierde. En juffrouw Koos, neef van Ginter Knudde, die ging weg. Die had het vijfde en het zesde. Ja. En die ging weg. En Mirjam Verbergmus die ging mee van het derde en het vierde naar het vijfde en het zesde. Dus ik heb ze niet moeten hebben van in het derde. En ik heb er tot in het zesde bij gezien. En vroeger werd er al een keer een lap gegeven, daar werd niet op gereclameerd, maar dat gaat niet meer, hè. Maar jij hebt toch niet veel lappen uitgegeven? Ik heb bijna nooit... Ik kan me niet herinneren. Nee. Ik moest dat niet, hè. Een kleine man aan het eerste, dat was gedaan. Ja. Of het maximum een keer is in een jongen, dus. Ja, ja. Maar lappen geven, dat moest niet vroeger. Maar er was er een die nogal goed met regels kon smijten. Van Kliphout? Nee? Van Peteghem ook, hè. Peteghem. Van Peteghem ook. En met zijn regels ook. Ja. 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 Die durft dat, ja. Kom goed wekken, hè. Of ze je vingers op tafel leggen. Ja. Van Peteghem was een speciaal man. Ja. Maar een goede onderwijzer. Ja. Ja. De lessenaar die stond nog op als een grote trein. Ja. Ja, en als ze een beetje de spuug hadden uitgelopen, dan moesten ze wel een keer op de knieën op een trein komen zitten. Hè? Ja, hè? Ook nog gezien. Hey, we waren toen, na een tijd hadden we een twee eerste studio, hè? Ja. En wij deden zo de eerste helft, voor geen ruzie te krijgen. De eerste helft van het alfabet zat bij mij. Ja, ja, ja. En de tweede helft zat bij iemand anders. En we hebben mensen gehad, die zijn, hij moet bij Mr. Kenjoegen volgen naar Sint-Niklaas naar het college. Vlak af tegen onze bos. En vier zegt, zit mijn probleem. Weet je dat ik dat gedaan heb een keer? Hier met een K, hè. Mijn C geschreven zijn. Een paar vergissen. Dat was een vergissing, hè? Ja. Oh, dat komt er toch niet op, zeg. Dat krijg ik door te staan. En de directeur heeft dat nooit geweten, meneer Virus. Ja, die deed er aan mee. Ja. Want anders gingen ze naar zijn eigen huis. Ja. Ja. Belangrijk, ja. Dat al duurlijk. En dat is ook kwam dat er in september 94... één leerling tekort was om drie leerkrachten te hebben.
En ja, dan hebben zij gezegd, hey, wij zullen wij van de tweede kleuterklas een keer een jaar ouder maken. En die naar het eerste sturen. En dan hebben wij ze uitgekeken en vonden wij dat Anita eigenlijk de meest behouden was om die overstap te maken. Dat heb ik naar altijd afgevraagd. Kost er zo geen minder, want ja, je moest mee kunnen toch, hè? Ja, wel. Ik heb altijd met mijn ouders gezegd dat dat moeilijk had. Kon niet schrijven, kon niet lezen. Dat konden ze in feite allemaal niet, hè? Want in tijd moeten ze al wel leren schrijven. En al wel leren lezen en eigenlijk lettertjes en het spelen met letters en zo. Want we waren er een beetje fier op, kantonaal examen kwam, dan heb jij nog aan meegedaan. Ja. En wij kwamen kwam maar van de best uit, jong. Ja. Boven een school die daar... Ja, serieus. Dat zijn dezelfde vragen, hè, dus je kon En Fiens was dan vier, zeg maar. Want bij ons, in onze tijd, als de jongenschool er was, wat gingen wij dan doen bij de jongenschool? Als kantonaal examen was. Ja, klopt. Dan moesten we samen zitten en dan moesten we op een bankje zitten. Een meisje en een jongen, En zo moesten wij zitten en zo moesten wij kantonaal examen doen. En wij hebben dat gedaan in de jongenschool. Dat Hebben wij dat gedaan. Ja. Ja. Want ik weet nog goed dat ik denk, stond dan in het zesde, moest ik naar Ram. Dus die directies die hadden al uitgewisseld en de kinderen, moesten uitwisselen. Ik weet dat maar, want dan zat zo'n beek en alles, dat zat allemaal door elkaar, hé. Dat was gewoon... Ja, ja. Want ik weet dat ik met Sonja Pisses ergens aan tafel zat. Zij weet dat nog, ik weet dat niet meer, maar ze heeft me dat gezegd. Ja, dus die moesten allemaal... Ik zat niet met Johan thuis, Bart, dat weet ik ook nog. En voor mij zat Rafa Kleuvenbergen voor mij. Dat weet ik nog wel. En ten dingen, want feitelijk... Met die non, die in de hoek zat. En wie was dat, hè? Ja, wie was dat, jong? En die Raf, gekende, de Raf, die had dus wel... Van Kleuvenberg, een deugeniet, Je had natuurlijk gezien dat de zuster haar onderbroek zichtbaar was. Oh, kinderen, alsjeblieft. En tegen iedereen... Wie zou dat geweest hebben? Die directie waarschijnlijk. Iemand van school, zo, van... Ah ja, dat kan niet anders. Ja, dat weet ik. Die van de directies kan niet anders, want die van Kleuvenberg, zo oud zijn die ondertussen al. Raf is even oud als ons. Kijk. En dan de rest is allemaal ouder, want Raf is de jongste. Dus ja. Wil je nog iets kwijt? Wat dat je denkt. Voilà. Dat is een goeie om te doen. Ja, maar ja. Sorry, ik had er al geen aardig meer op.